Welkom bij de KNAW. Ik ga dadelijk een tweegesprek voeren. En die twee gesprekken die worden altijd gevoerd tussen wetenschappers en kunstenaars. Vanmiddag hier aanwezig de schrijver Famba Sherif en de taalwetenschapper Pieter Muiske. Famba Sherif is geboren in Liberia. Hij woonde in Kuwait, woont tegenwoordig in Nederland en spreekt 3 Afrikaanse talen naast Engels, Duits en Nederlands. Pieter Muiske is een taalkundige die zich bezighoudt met taalvermenging. Hij spreekt overigens ook een flink aantal talen, waaronder Indianentalen. En het gesprek zal vanmiddag gaan over taalvermenging, hoe die precies tot stand komt. En natuurlijk ook de vraag of het een verrijking dan wel een verarming voor een taal is. En ook de vraag of in deze tijden, waarin mensen makkelijker dan ooit van oost naar west en van west naar oost en van noord naar zuid en van zuid naar noord gaan, of in deze tijden er meer taalvermenging plaatsvindt dan vroeger. Wat maar helemaal de vraag is trouwens, want Eskimo's schijnen bijvoorbeeld Chinese woorden te kennen. En dat was voor die grote migratiestromen van deze tijd. Pieter, je bent taalwetenschapper. Wat ben je op dit moment precies aan het bestuderen? Ik ben vooral bezig met het kijken naar hoe talen elkaar kunnen beïnvloeden. En hoe talen zich met elkaar vermengen. Als we aan een taal denken, denken we meteen vaak aan een soort... soms denken we zelfs dat het een soort fort is of zo. Fort-taal, waar wachters omheen staan. Die wachters die zijn er ook wel gedeeltelijk, bij sommige talen echt expliciet en bij andere talen een beetje. Maar eigenlijk is het feit dat de meeste talen in de wereld heel veel zich met elkaar vermengen. Ja. En ik kijk met name naar situaties waar dat soort vermenging heel intensief is. Dat is gedeeltelijk ook in Nederland het geval, maar gedeeltelijk zien we dat ook in Afrika, Zuid-Amerika. Dat zijn de plekken waar ik dan zelf vooral betrokken bij ben. Hoeveel talen spreek jij? Acht. Ik spreek Mandingo, dat is mijn moedertaal. Maar Nederlands spreek je, zoals we kunnen ja, horen? Ja, inderdaad. Engels? Ja. Nederlands, Engels, Arabisch, Frans, Madingo, Bandi, Mende, Kisi. Oké. Wil jij van die 3 Afrikaanse talen, wil je gewoon in die talen even tot ons gaan praten? Bijvoorbeeld Nisoma, dat is goedemorgen in de Mande. Nisogoma, in de Bambara ook. Abedi, dat is ook Bambara. Elahengi, dat is Bandi, voor wat is uw naam? Idianumda. Ik hou van je, dat is een Gisi. En Mende, Gwavahun, hoe gaat het? Dat is Mende, een taal die in Liberia, zowel in Liberia als in Sierra Leone gesproken wordt. En Kisi komt ook voor in Liberia, Guinea en Sierra Leone. En Mende, mijn moedertaal dus, dat is eigenlijk de hoofdtaal van bijna al die andere talen in Liberia, Sierra Leone en Guinea zijn afgeleid van de Mandetaal. Ik heb in Cameroen en in Sierra Leone gewerkt. Ja. En het Mino Sabi hebben wij altijd gedacht dat no komt uit het Engels. Maar Sabi is van savoir. Omdat dat door zowel Frankrijk als Engeland gekolonialiseerd geworden is. Maar dat klopt dus niet. Het heeft heel veel met de slavenhandel te maken. En het eerste volk dat echt intensief met de slavenhandel bezig was, dat waren de Portugezen. Mm. En de Portugezen hebben eigenlijk, ondanks het feit dat ze daarna relatief onbelangrijk werden, want ze werden door Spanje opgegeten en daarna raakten ze hun glorie kwijt. Het allereerste begin is Portugees geweest. Dus dat woord Sabi, wat we nu in Afrika vinden, we vinden het door het hele Caribisch gebied heen. Dat is een Portugees woord. Dat is een Portugees woord. Het andere woord wat u misschien kent is pichin of piquin, voor klein. Mm. Dat is ook een Portugees woord. Ja. Dus er zijn een paar van die Portugese woorden die zijn eigenlijk in het allereerste begin erin gekomen. Ja. En daarna over de hele wereld verspreid geraakt. Tot in Alaska toe is Sabi gevonden. Ja. Dus er zijn mensen, walvisvaarders, de hele Stille Zuidzee doorgegaan. En die hebben dat woord Sabi tot bij de Eskimo's gebracht. Dus het is ongelooflijk hoe in vroeger tijden die woorden reisden over de wereld. Jij had het net over het Sanang. Dat in een periode van 20 jaar
Is dat een dominante taal geworden in Suriname tot nu? Ja. Ja, maar het interessante is, wat valt er te zeggen over, als je het hebt over dominantie van talen bijvoorbeeld? Ja. Welke talen zijn dan, wat valt er over hun eigenschappen te vertellen? Nou ja, het rare van het Suriname is dus eigenlijk dat het de dominante taal was, in de zin dat het de taal was die het dichtst bij de mensen stond. Maar de dominante taal was natuurlijk het Nederlands. En je hebt eigenlijk heel lang in Suriname een soort concurrentie gehad tussen die twee. Die is nu hevig geworden, want nu zijn er twee belangrijke talen. Maar het rare is dus dat Suriname dat heeft zich, ondanks de Nederlanders, al die tijd in stand gehouden. Ja, eigenlijk vooral omdat de slaven, die wilden per se natuurlijk iets anders praten dan, ja, protest, dan hun, ja, hun meesters. Dus de slaven waren, het was eigenlijk een antitaal in zekere zin. Ja. En er zijn ook nog een aantal andere, de Bosnegers, die zijn toen het oerwoud ingevlucht met nog andere antitalen. Dus die zijn allemaal tegenbewegingen geweest, tegen dat dominante Nederlands in. En nu is het zo dat in Suriname, het is heel ingewikkeld, want je hebt tegelijkertijd het Nederlands, wat Suriname is nu ook zelfs onderdeel van de taalunie geworden. Ja. Je hebt het, en iedereen, of heel veel mensen in Suriname praten ook Nederlands. Eigenlijk 80% van de bevolking kan ook Nederlands praten. Suriname is ook een taal die wordt door niemand als chic gezien, maar iedereen praat het ook wel. Dus je hebt twee, mensen hebben eigenlijk twee talen in hun hart. Ze hebben een taal van prestige, dat is dan het Nederlands. En ze hebben een taal van, die dichter bij hun hart zit, en dat is het Suriname. En dan hebben ze vaak nog een andere taal. Ja. Het Hindoestaans of het Javaans of zo. Welke dynamiek kan er zich, de taalkundige dynamiek, kan er zich in West-Afrika ontwikkelen ten gunste van één of meerdere West-Afrikaanse talen, zodanig dat binnen zeg maar dit en een aantal jaren wellicht, het zij op natievlak, bijvoorbeeld in Liberia of in Nigeria, of op het vlak van de gemeenschap, dus in ECOWAS, dat er toch één of meerdere Afrikaanse talen ook werkelijk zou kunnen doorbreken. Ik denk dat dat meer te maken heeft met de afwezigheid van politieke wil. Ik denk, er zijn tussen de wetenschappers wel pogingen gedaan. Er is bijvoorbeeld bij de Mandi, de Mandingo, het is de internationaal Mandi Studies. Er zijn mensen bezig om die taal, gewoon de gemeenschappelijke geschiedenis van de taal te onderzoeken en te proberen die taal zo breed mogelijk te verspreiden en de kennis daarover te delen met de mensen. Inderdaad, de ECOWAS. We hebben nu over monetair ECOWAS, maar dat is nog, ja, dat is deels gerealiseerd. Franstalige West-Afrika hebben in gemeenschappelijke munteenheid, bij de Engelstalige niet. Dus als er misschien dat gemeenschappelijke munteenheid in werkelijkheid wordt in heel West-Afrika, misschien kon je dan beginnen te praten over gemeenschappelijke taal. Omdat de culturen, moet je niet vergeten, zijn heel, heel anders. De Afrikanen verschillen heel erg. Dus waarin echt, ja, hun geschiedenis zijn echt heel anders. En dan om die mensen op de een of andere manier te dwingen of te overtuigen om één taal te kiezen, zoals als Mandé of Hausa of Igbo of Yoruba. Nou, dat wordt heel moeilijk. Maar als mensen, de politici, beginnen daarover te praten, ik denk dat dat mogelijk zou zijn. Wat vaak de situatie zo ingewikkeld maakt en waardoor inderdaad die West-Europese talen vaak boven komen drijven, is dat er in een land als Nigeria bijvoorbeeld hele kwetsbare verhoudingen tussen groepen zijn. Dat als de Nigeriaanse regering zou zeggen, nou, we gaan het Yoruba of we gaan het Igbo pushen. Ja, nou, als het Igbo gaat pushen, dan worden de Yoruba's boos en omgekeerd. Als in Ghana ze zeggen, nou, we gaan het Ewe nemen, dan worden de mensen die Akan hebben, ja, die zijn niet tevreden. Dus wat je ziet, denk ik, is een aantal groot. Eigenlijk zijn er al een aantal, hè, want je had al het Mandé genoemd, ja, het Hausa, ja, het Ewe, het Igbo, het Yoruba, het Akan. Dat zijn eigenlijk al de grote talen van
West-Afrika, die eigenlijk onder de Europese talen, maar boven honderden andere talen zitten, die daar afhankelijk van zijn. Of er zijn een heleboel mensen in Ghana of zo die best wel goed Engels spreken, maar eigenlijk een andere taal spreken. Of zoals jij zei, van nou ja, we praten ook wel Mande, maar we hebben ook nog nog een andere taal ernaast. Mm-hmm. Hè? Dus dat heb je heel vaak een soort drietrapsraket eigenlijk. Ja.